Ben je student geweest vroeger? Ik heb ook zo'n vriend, zo'n onbesuisde student. Die alleen maar van die acties maakt. Ja. Oké. Sorry. Richard, voor het geval je nog niet wist. We gaan vooruitblikken op de tweede dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De eerste dag was een groot succes, vond ik. Vond jij het ook leuk? Ja, gewoon het publiek was fantastisch. En een paar best wel goede partijen gezien, dus dat was leuk. Maar gewoon het publiek was er weer. Dus daar word je gewoon emotioneel van bijna. Ja, we kunnen wel zeggen, we zijn echt los. Door naar de tweede dag. Veel Nederlandse actie. Laten we daar gewoon even mee beginnen. Griekspoor tegen Karatsev, de eerste wedstrijd. Ja, pittig. Ja, heel simpel. Karatsev heeft vorig jaar doorgebroken, half finale Australische Open gehaald. Met 2 toernooien gewonnen. Won hij ook van mijn begin van het jaar zelfs een toernooi. Dacht maar in ieder geval gewoon een hele goede tennisser. Is heel druk vol van de baseline. En ja, gewoon echt een typische rust. Gewoon beide kanten, voorhand en backhand goed. Dus het wordt moeilijk voor Talon. Maar in Australië won hij ook al bijna van een top 20 speler, Talon, van Carina Busta. Dus ja, waarom niet van deze top 20 speler? Dus ik... Hij kan aan de bak, maar ik denk dat hij echt wel een goede kans heeft. En Botik en Talon hebben allebei al gedubbeld, dus ze zijn al een beetje ingespeeld op het centercourt. Ja. Ja, en natuurlijk de oud-kampioen van vorig jaar, Rublev. Ja, Rublev, die moesten we op centercourt zetten, vonden we. We moeten later op de dag of vanavond zetten Botik ook op centercourt. Maar er kan geen publiek bij zijn, helaas. Maar we zitten ook met... met tv-requests, zal ik maar zeggen. Dus op die manier hebben we wel voor gezorgd dat iedereen op tv de Nederlanders kan zien. Talon als eerste op centercourt, de Botik als laatste. Maar inmiddels Rublev, die kan je niet overslaan. Je kan niet de titel verdedigen op baan 1 zetten. Kunnen we zeggen, goh, tegen Henry Laxon een makkelijke eerste rondepartij voor hem? Of is dat te kort door de bocht? Rublev is niet de man in vorm momenteel. Speelt niet slecht, maar ook niet fantastisch. Vorig jaar was hij natuurlijk heel erg goed bezig. Zeker in de 500 toernooi, veel toernooi gewonnen. Nu is hij nog een beetje zoekende. En Laakson komt wel even uit de kwalificatie. Dus hij heeft toch al 2 potjes gewonnen op deze banen. Dus ik denk wel dat Rublev uiteindelijk gaat winnen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat de eerste set naar Laakson gaat. En uiteindelijk, als Rublev in zijn spel komt, dat hij dan denk ik wel relatief makkelijk moet winnen die tweede en derde set. Of het wordt zoiets van 7-5, 6-2. Ja, dat is gewoon even een gevoel. Ja, een gevoel. Ja. Om mee af te sluiten, toch ook wel echt een affiche voor de eerste avondpartij. Tsitsipas, publieksfavoriet tegen Fokina. Ja, zeker. Dus Tsitsipas, waanzinnige speler. Speelt de week na ons altijd goed in Marseille. Daar spelen we met dezelfde ballen. Iets snellere baan. Je hebt hem nu al gevraagd of hij het een weekje naar voren wil. Maar iets snellere baan. En ja, inderdaad. Maar we hebben gezegd van oké, we hebben de baan een beetje aangepast. Op verzoek van alle spelers eigenlijk. Maar ik denk dat het heel erg fijn zal zijn voor Tsitsipas. Denk ik. En dat we hopelijk veel kunnen genieten van hem. Maar hij gaat zeker niet makkelijk krijgen tegen Fokina. Maar toch denk ik uiteindelijk dat Tsitsipas gewoon de betere speler sowieso is. En ik ook binnen met zijn aanvallende spel. Een hele spannende dag, hè, morgen wel weer. Er is er geen één waarvan we zeggen, die zou je sowieso invullen? Nee. Je zegt, als het dan toch moet? Ja, misschien Botik eigenlijk. Hij speelt ook tegen een qualifier. Ik ga ook geen voorspellingen doen. Maar bij deze heb je dat gedaan. Hartstikke fijn, we gaan door. Botik van de Zandschulp wint aldus Richard Krajicek. Niet lullen, maar abonneren.